Goedemiddag. We gaan vandaag met Harder aan de slag. Ze zijn net gearriveerd. Vrij algemeen, in de hele wereld zwemmen ze wel. Je hebt een aantal soorten. En dit is de diklip harder. Nou, dat spreekt voor zich. Je ziet een hele dikke lip. Wat mooi is aan deze harder, is dat hij van de Waddenzee komt. Schone zee. Dit is een vis die van de bodem eet. Dus het is eigenlijk een vegetarische vis. En daarom is het heel belangrijk dat de vis ook... dat het water schoon is, want ja, anders gaat dit met modder smaken. En je hebt dus ook harders uit de havens of uit het kanaal en die zijn eigenlijk veel minder lekker van smaak. En deze van de Waddenzee die zijn daarnaast ook nog eens heel duurzaam gevangen door de goede vissers met staandwand, waardoor de bodem niet wordt kapot gemaakt en met grote mazen in het net, zodat de kleintjes kunnen doorzwemmen. Nou, je ziet, deze is net gevangen, de rigor mortis is net een beetje aan het aflopen. This Fish is een Canadees initiatief. Wat je doet is je gaat naar de website van This Fish en je voert deze code in, 174354. En dan kan je precies traceren waar deze vis gezwommen heeft, door wie die is gevangen, op wat voor manier. En dat is een initiatief om eigenlijk de vis een beetje uit de anonimiteit te halen. En ik denk dat dat heel goed is. Nou, hier zijn we in het roefje, de keuken van Merkelbach. Wat we nodig hebben is natuurlijk een schubgereedschapje. Je kan het ook met eventueel een bot mes doen nog. Moet je oppassen dat je vel natuurlijk niet kapot maakt. Ik begin meestal op de rug van de staart naar de kop. Harder heeft vrij grote schubben die vrij makkelijk loslaten. Wat handig is om thuis te doen is om die vis eigenlijk in een vuilniszak te doen en dan te gaan schubben, want dan heb je niet de hele keuken onder. Goed achter de kieven de buik meenemen. En je hoort ook wel of ze los hebben gelaten of niet. Kijk nu. Spoel het hem even af. Laat ze schubben weg. Hartstikke idee. Onder op de vis zitten natuurlijk zijn darmen. Die gaan we nu verwijderen. Met een scherp mes steek ik hem hier in zijn poepgaatje. En dan ga ik helemaal naar voren. En dan snij ik eigenlijk alleen de buik open. Nou, dan zie je al dat dit er heel anders uitziet dan een zeebaars. Als je die wel eens van binnen gezien hebt natuurlijk. Nou, dit zijn de ingewanden. Harder heeft ook, als hij kuit gaat schieten, een hele lekkere botarga in zich. Wordt veel in Italië, in Toscane, wordt een heerlijke botarga gemaakt. En dat is gedroogde kuit van Harder. Nou, spoelen we hem even goed uit, zodat al het bloed eruit is. Nou, nu is hij eigenlijk in principe klaar voor bereiding. Je kan hem fileren, je kan er moten van maken, talloze recepten van. Ik heb hier wel een leuk boek. In dit boek staan hele leuke recepten, onder andere van Harder. Wat ik ga doen is een vrij eenvoudig recept. Volledig eventjes geïmproviseerd. Het is heel simpel. Zout en peper, uiteraard. Venkelzaad. Tijm. Rozemarijn in een royale hoeveelheid. Met een beetje laurier erbij. Strooi ik over de bodem, gelijkmatig. De vis die gaat er gewoon bovenop. Hier heb ik wat peperkorrels, die kneus ik een klein beetje. Beetje grof, gaat er gewoon overheen. Hier hebben we nog grof zeezout. Royaal, maar niet al te veel. Venkelzaad. En dan royaal olijfolie. Wat er dan een beetje gaat gebeuren, we gaan hem langzaam garen in de oven. En dan wordt hij heel rustig in olijfolie gegaard, geconfijt bijna. Ik denk dat dit visje, het is een klein exemplaar, iets van 3 kwartier nodig heeft. Wat grotere vissen gewoon iets langer. Die huid gaat een beetje krimpen, dat gaat loslaten. Je kan het een beetje met een lepeltje even kijken of hij gaar is. Of met een vorkje of een mesje erin steken. Tot op de graad en even op je lip houden of hij warm is. Nou, en of hij ietsje gaarder is of rauw, zou ik hem dan niet... Dan zou ik hem gewoon nog even terugzetten. Maar als hij ietsje overgaar wordt, is het niet zo'n probleem. Omdat er veel olijfolie en een beetje witte wijn is, dus blijft het sowieso wel smeuig. Onderweg kwam ik nog een paar citroenen tegen. Dat lijkt me heel erg lekker erbij. Het is nog druk in de keuken, ik ga even hier op dit plekje staan. Een mooie kruidige wijn, witte wijn. Maar ja, wees ook vooral zelf inventief en ga gewoon proberen. Super simpel, gewoon stukken citroen erin. En weet je wat, nog een beetje sap erover. Witte wijn. Flinke scheut. Mooie
Lautrec knoflook. Ik ga er gewoon in zijn geheel in. Paar in de buik holt. Beetje kruiderij erin. Misschien nog een beetje extra zout ook in de binnenkant. Het is een forse vis, dus die kan best wel wat zout hebben. Niet altijd over. Ik zou 180 graden beginnen. En dan misschien later ietsje terugdraaien naar 160. Hij moet natuurlijk niet verbranden. Tot straks. Die vis die we net in de oven hebben geschoven, die is heel goed eetbaar gewoon in zijn geheel. Je zet gewoon de ovenschaal op tafel en je lepelt een lekker stukje vis af. Met een aardappeltje of welke garnituur je ook maar wil. Je kunt hem af laten koelen, helemaal laten plukken, in een salade verwerken. Je kan hem warm eten, je kan hem koud eten. Dus diverse mogelijkheden. Deze harders die zijn in Amsterdam te kopen op de Noordermarkt. Als u dicht bij de Waddenzee woont, dan zou ik daar eens proberen een adresje te vinden. Of ze zelf vangen natuurlijk. Ik ga ze nu allemaal even schubben. Bijzonder druk, dus het zijn er nogal wat. Nou, dat is al met al behoorlijk wat kilootjes. Oh, ik zal voor de vergelijking nog even een zeebaars pakken. Die liggen in de koelcel, die zijn ook vanochtend al geleverd. Dit zijn de zeebaarsen. Zo op het oog lijken ze best een beetje op elkaar. Maar ja, het is een totaal andere vis. Dit is een jager, dit is een zeebaars. Dat kan je ook zien aan zijn bek. Er zitten tandjes in, tongetje. En dit is een hele gulzige vis. Grote kieuwen, super rood, slijmerig. Mooie bolle ogen. Ik zal even laten zien wat het nou verschil is met het darmenstelsel van de harder. Dit is allemaal veel anders. Kijk, hier kun je zien wat hij eet. Even kijken, ik dacht dat ik een garnaaltje zag. Maar... deze zwemmen in scholen, in onrustig water. Dit is een super luxe vis. Een stuk duurder dan harder. Maar in principe kan je, het recept wat we nu hebben gemaakt voor die harder is ook heel goed toepasbaar op zeebaars. Nou, gaan we eens even kijken naar de harder, hoe die ervoor staat. Je ziet, hij begint al behoorlijk te roosteren. Ik ga hem nu even arroseren, daarvoor haal ik hem nu maar even uit, want dat is wat makkelijker. In deze olie, in deze sappen, daar zijn natuurlijk ook die smaken van die specerijen en de knoflook en de citroen. Die zitten daarin en nou, daar bedruip ik hem nu royaal mee. Nou, voel ik even op zijn rug. Hij wordt nu al wel een beetje gaar. Als je die ruggengraat heel makkelijk uit kan trekken, wat dus niet het geval is, hier eentje wel, maar die grote, er trouwens behoorlijk sterke stekels aan zitten, kijk uit. Nou, die moet nog even. Ik denk nog een kwartiertje. Voor deze vis zit hij er dan ongeveer een half uurtje in. Maar we gaan het zo even kijken. Als hij nog wat langer moet, dan geven we hem nog een tijdje. Kijk, nu is hij echt aan het roosteren. Ik ga hem toch nog één keer even omdraaien. Voorzichtig dat hij niet breekt. Geef ik hem nog even een paar minuutjes om deze kant ook eventjes te roosteren. Even arroseren. Ik kan hem nu op een schaal serveren, de jus even, en dan met z'n allen lekker eraan gaan pulken. Ik ga gewoon een klein stukje van de rug eruit scheppen. We doen het gewoon heel voorzichtig. Hier zit altijd wat graten op de rug. Nou, je ziet dus een hele mooie witte filets. Bruine kan je ervan afhalen. Heel voorzichtig. Ja, hij is eigenlijk precies gaar. Zou iets langer kunnen, dan laat hij iets makkelijker los. Je ziet hier dat hij mooi sappig is nog aan de binnenkant. Dan pak ik een beetje van deze jus. Oeps. Gaat er overheen. Blijft lekker sappig. Ik ga een salade samenstellen. Een beetje mooie kropsla. Het is ook gewoon een beetje wat er voor handen is. Hè. Ik maak vaak een mesclunsalade. Daar gaat van alles in. Dragon, bieslook, veel kruiden, veel kervel bijvoorbeeld. Bij ons in de tuin heb ik op een geheim plekje wat prachtige boragebloemetjes. Ook een hele goede bijenplant. Ik zou het fijn vinden als iedereen overal borage ging planten. Nou, een paar topjes bieslook. Een paar blaadjes dragon, gewoon eenvoudig gescheurd. Maak een klein dressingje, gewoon een beetje zout, citroen. Even zwenken dat het zout een beetje oplost. Slag van de pepermolen, olijfolie. Salade aanmaken.
Verder heb ik uit de tuin ook nog wat jonge worteltjes en een paar tomaatjes gaan er gewoon bij. Dubbelraasje bloemetjes, een beetje extra. Nou, dit is in principe wel genoeg. Voorzichtig luchtig mengen. Bordje erbij. Worteltjes ertussen steken. Tomaatjes erdoor. Nou, ik denk dat we die vis gewoon zo erop schikken. Hoe zullen we dit gerecht eens noemen? Dit is nog een beetje die sappen. Ik denk dat we dit een zomerse salade kunnen noemen. Met komkommerkruid, borage. En natuurlijk de harder van de goede vissers.